Aan de start van de 10 miles is de sfeer goed. En ook de zon is onverwachts van de partij. Ik heb er superveel zin in. Voor mij is het mijn eerste keer. En ja, mijn mama zei dat hij een zeer goede loop was. Met veel sfeer. Het is koud, maar als we lopen gaat dat wel. En het zonnetje komt erdoor. 3, 2, 1, let's go! En dan kunnen ze eindelijk starten. In totaal zijn er vandaag 40.000 lopers. Een absoluut record. Het parcours ziet er dit jaar helemaal anders uit. Heel veel mensen keren elk jaar opnieuw terug en die doen graag eens iets anders. Dus de passage bijvoorbeeld door de Kloosterstraat in de stad of over de Nassaubrug en langs het Mas was nieuw. Omdat dat twee hele fijne plekken zijn om te lopen. Superleuk, hè? Keileuk parcours. Zo in de tunnels, dat was de eerste keer dat wij dat liepen. Dus ik vond dat superfijn. Leuker omdat we na de Konijnenpijper eigenlijk al vrij snel waren. En dat was het andere jaar dan nog 2 kilometer en dat is wel pittig. Dus dat is leuk dat we nu direct er waren. Aan de finish heel wat tevreden gezichten, al zijn sommigen ook duidelijk opgelucht dat het erop zit. De laatste tunnel is er een beetje te veel aan. Maar voor de rest, leuk. Leuke sfeer. Ja, hele mooie tour. Ik had een beetje schrik op voorhand, want ik voelde me niet zo in topvorm. Maar ja, eigenlijk is het altijd hetzelfde. Je wordt hier zo meegesleurd door de goede sfeer en de aanmoedigingen van de mensen. Dat doet zoveel. Paul was het snelste en de bedoeling was dat ik met mijn zoon ging lopen. En mijn zoon is geëindigd, niet met mij, maar met Paul. Ik heb mij moeten forceren, want ik moest babysitten op zijn zoon. Ik ben er helemaal over gegaan. De 38e editie verliep zonder ernstige incidenten. We zijn samen gelopen, samen begonnen, samen geëindigd. Hey.